hartje voor Ieper. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is nu 9:15. Het was eigenlijk de bedoeling om te slapen tot 7:30. Maar ik ben bijlijven liggen tot 8:30. Dus. Ik wil even weten of jullie ook dat probleem hebben. Namelijk als ik mijn Instagram stories op mijn computer kijk. Wat ik wel chill vind, omdat dat mijn gsm-verslaving af en toe helpt. Omdat ik dan niet zo denk heb om te blijven kijken. Heb ik geen geluid. Hoe komt dat? En trouwens, nu heb ik wel geluid. Hoe komt het trouwens? Nee, wacht. Wat ging ik nu weer zeggen? Oh ja, ik ben bezig met een artikel voor zijofhaar.nl en nu ga ik foto's editen voor zijofhaar.nl. Dankzij een probleempje, door een probleempje met de betaling van Adobe ben ik eerst iets anders gaan doen. Ik heb namelijk dit boek gereviewd. Dat betekent dat ik die straks kan meedoen naar de bibliotheek. Maar eerst ga ik een kleine wandeling maken, want ik heb wel nood aan wat benenstrekkerij. Het is nu 10:30. Ik ga gewoon mijn podcast luisteren terwijl ik wandel en de terugweg ga ik een paar Pokémon's vangen, maar ik ga proberen om mij niet te hard verstrikt te laten worden in het spel. Want als ik begin met Pokémon Go spelen, kan dat wel een beetje langer. Als ik begin met Pokémon Go te spelen, kan dat wel ervoor zorgen dat mijn wandelingen veel langer duren dan dat ze eigenlijk moeten duren. Net een kleine wandeling gemaakt en ik moet wat afval opruimen om hyper proper te maken. Want het is een Trash Free Thursday. Het is de eerste keer dat ik het doe, denk ik. Allee, toch zo bewust, want ik heb het natuurlijk wel al een keer afval opgeraapt. Zelfs al een keer voor een project voor school, gewoon hier mijn straat opruimd. Net mijn eerste vlog voor vandaag geëdit. Dit was vlog nummer 90. Hoe zit het bijna aan de 100? Zou ik dan iets leuks kunnen doen? Laat hieronder eventjes weten wat ik moet doen voor mijn 100ste vlog. Ik bedoel uiteraard de 100ste vlog op Fobevlogs. Ik heb er al meer gemaakt. Mijn workstation, klein beetje rondig, maar... Ik heb weer veel te veel boeken gehuurd. Ik ben nu trouwens verder aan het luisteren naar Becoming van Michelle Obama. Echt zo'n goed boek. Wel blij dat ik hem niet echt moet lezen, want het is wel echt een goed luisterboek. Veel beter dan... Ik denk dat het veel te lang een boek zou zijn om effectief te gaan lezen. Sowieso lees ik liever fictie. Een mooi plekje. Hartje voor Ieper. Ik ben weer thuis. Tijd om de boeken te tonen die ik mee heb van de bibliotheek. Dat is echt een fout van de bibliotheek. Dat heb ik mee. Ik heb het boek wel online mee van Zoe Sirk. Ik heb die al een keer gelezen, maar ik wil die graag opnieuw lezen. Ik heb het boek Afgewezen mee, een thuisboek.
Die mijn mama gaat wel lezen. En die ik ga wel lezen. Het gaat eerst naar mijn mama. Ondertussen kan ik al andere boeken lezen. Ik heb het boek Op het einde gaan ze allemaal bij dood van Adam Silvera mee. Die stond nog op mijn Goodreads to read list. Wauw. En ik heb twee reisboeken mee, namelijk een reisgids voor Schotland en een reisgids voor Noord-Engeland en Wales. En nu ga ik mijn reis voorbereiden. Ik ga de reisvoorbereiding doen in de bureau, aangezien dat daar ondertussen al wat frisser is, omdat de zon daar niet meer binnen zit. En hier is het warm, omdat de zon hier wel binnen zit. Ik heb net de groot deel van mijn reis uitgestippeld. Ik heb de grote punten van de route gekozen. Ik ga van Dover naar Brighton en ik stop twee keer daartussen. Dan ga ik van Brighton naar Oxford. Dan van Oxford naar Gloucester. Eigenlijk doe ik een hele Harry Potter tour. Door Engeland en ook een deel door Schotland. Ik ben nog mijn Schotland gedeelte moet ik nog volledig uitstippelen. Mijn Engeland deelte heb ik heel goed uitgestippeld voor iemand die eigenlijk nooit zijn reis uitstippelt. Maar ja, het moet nog wel beter. Want ik ben bijna zeker van de eerste stops, maar ik ben nog niet volledig zeker van de volgende stops. Nu ga ik eten. Hallo, het is nu 11:57. Ik ben de film Bohemian Rhapsody gaan kijken in de zomerbar van de Jog. Het was super gezellig. Toffe, ik had een dekentje mee, dus dat is lekker cozy. Ik moet zeggen dat ik het na het einde van de film echt wel gehad had met die stoel. Ik zat niet meer heel erg comfortabel. Maar het was wel heel gezellig. En nu mijn filmreview. Maar voor ik begin aan mijn filmreview moet ik jullie even iets bekennen. Ik had uiteraard al Bohemian Rhapsody gehoord. En We Will Rock You. En nog een aantal andere nummers. Maar ik had nog nooit een album beluisterd van Queen. En na deze film ga ik dat sowieso miljoenen keren doen. Het was zo'n mooie film, zo goed. Zo leuk om eigenlijk het verhaal te horen van Queen. Al die nummers waren echt fantastisch. Dus ik ben bekeerd. Morgen ga ik jullie luisteren. On repeat. Ik denk dat het echt wel zot moet geweest zijn voor mijn ouders. Om Queen levend gekend te hebben. Aangezien dat zij ongeveer 20 waren toen het First Aid concert werd gespeeld. Dus zij zaten echt midden in al die drukte. Dus ik ben wel een keer benieuwd. Misschien moet ik wel een keer vragen aan hen wat ze van Queen vonden. Ja, een volledig nieuwe wereld gaat open voor mij. Zover ik iets van Freddie Mercury af weet na deze film. Vind ik wel dat de acteur die Freddie Mercury speelt, dat super goed heeft gedaan. Alhoewel dat hij niet moedersmoest is. Maar ik ook niet, dat is zo hard. Nu ga ik heel vlug onder de rond van mijn voeten. Ik ben zo koud. Ik was zo slim geweest om sandalen aan te doen. En aanzien dat de film maar om 9:30 begon, was het al redelijk goed afgekoeld buiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet hieronder te abonneren. Like als je deze film leuk vindt. Comment jouw favoriete liedje van Queen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doedels!